Welkom bij de stelling. Drie stellingen, mijn mening. Als je natuurlijk een eigen mening hebt, kan je het gewoon achterlaten bij de comments. Ja, ja, hier is Fissie weer en welkom natuurlijk bij de stelling. En jawel, wie heb ik hier naast mij? Ja, ik ben Franklin, de witte ginger. De witte ginger, oké. Okay. En ik ken je natuurlijk al een beetje, want ik heb heel veel video's van je bekeken. Maar toch, vertel maar even aan mijn publiek, zeg maar, wie je bent en wat je doet. Ja, ik ben dus Franklin, ik ben de witte ginger. Ik ben 22 jaar, ik maak YouTube-video's. En ik maak vooral parodieën en sketches. En dat is het eigenlijk. Dat is het, ja. En je hebt wel heel veel coole sketches gemaakt van... best wel bekende YouTubers, hè? Ja, vooral parodieën over YouTubers natuurlijk wel eens. En over onderwerpen, over pizza's en dat soort random dingen. Dus... ja, dus wel lekker random video's. Nou, het is wel hartstikke leuk. Ben je geïnteresseerd in zijn kanaal, zou ik zeker eventjes kijken bij hem. Links staat natuurlijk in de beschrijving. We hebben natuurlijk weer een paar leuke stellingen. En ik wil toch aan mijn publiek vragen om even een leuke nieuwe stelling weer achter te laten. Want de laatste stelling was maar heel weinig dingen achtergelaten, zeg maar. Dus ik moest een beetje rommelen. Maar we hebben toch drie leuke gevonden. En ik denk dat we maar over gaan naar stelling 1, hè? Ja, let's go. Oké. Okay. Stelling 1. De eerste stelling is van Gewoon Ivo. Hij zegt, de stelling is... je moet altijd met je DigiD inloggen op social media. Zo kunnen de haters makkelijk getraceerd, moet daar staan in ieder geval, worden. Nou, ja. Dat is toch al een pittig onderwerp meteen. Ja, dat is wel een hele lastige hoor. Maar eigenlijk is het dus eigenlijk een beetje de vraag, hè? Van jongeren moeten gemonitord worden wat ze doen eigenlijk op social media. Dat is eigenlijk meer de vraag dan eigenlijk. Ja, ben je daarmee eens? Ja. Nou ja, toen ik die stelling zag, het eerste wat mij opvalt is dat DigiD. Ja. En DigiD, dat is, tenminste als ik het goed heb, is toch als je gaat studeren, krijg je dat toch? Nee, DigiD is gewoon een inlogcode, zeg maar, wat je op overheids... ja, websites heb, zeg maar, meer. Ja. De belastingdiensten, je uitkering, UWV, dat soort dingen allemaal. Ja, maar heeft een kind van 8 een DigiD-code? Nee, volgens mij heb je DigiD-code pas nodig vanaf het moment dat je 18 bent, denk ik. Ja, tenminste, ik had hem gewoon toen ik ging studeren. Dus eigenlijk wat hier dus staat is... dus dat iemand die dus gaat, die dus nog niet studeert, die gewoon nog onder de 18 is, of die dus nog redelijk relatief jong is. Ja. Die kan dus geen social media kanaal hebben. Dus denk aan YouTube, Facebook, Instagram. Dus ja, dat is natuurlijk wel, dat is wel heel wat. Hoe denk jij erover eigenlijk? Nou, ik vind het een beetje te radicaal, zou ik het zo zeggen. Maar ik vind wel dat je dat, zou ik zo zeggen, ik vind nog gewoon eigenlijk dat het gewoon beter gecontroleerd zou moeten worden. Gewoon, maar dan niet door, je kan gewoon op social media zitten. Ja. Maar door je ouders moet het gewoon gecontroleerd worden. Ja, precies. Ik vind dat eigenlijk een beetje belangrijk. Weet je, de ouders moeten moeten weten wat hun kinderen doen. Ja, maar is het dan wel niet zo van... Stel je bent een ouder en je hebt een kind. En je kind die is, je kind is 12 jaar, heeft nog geen DigiD-code. En die heeft een tablet of een mobiel. En die gaat naar zijn of haar kamer en die gaat een random video van een YouTuber kijken... en die gaat vervolgens een haatcomment daaronder schrijven. Wat kan je daaraan doen? Kan je daar überhaupt iets als ouder aan doen? Dat is heel lastig. Ik denk dat je er bijna niks aan kan doen. Nee. Het enige wat ik wel eens voor de gein doe, hè, als mensen bijvoorbeeld echt stom zijn, zeg maar, en dan een haatcomment plaatsen en dan zie ik gewoon wie hun ouders zijn en zo. En dan jasso ik het voor de gein gewoon. Als het echt een hele grove haatcomment is, ja. En dan stuur ik het gewoon naar die ouders op en dan kijk ik als meesters terug. Oh, dankjewel, ik heb meteen mijn kind aan. Ja, af en toe moet je... gewoon, het is gewoon af en toe leuk om te doen, zeg maar. En dat soort dingen. Jij bent er zo een. Ja, gewoon alleen een jassootje, zo, alsjeblieft zo. Ja. Kijk, dit doet je kind nou op social media. Maar het probleem is gewoon eigenlijk dat kijk, vroeger... Toen ik jong was, dat klinkt heel lang geleden, maar ik ben natuurlijk 36. Gingen we gewoon naar buiten, lekker voetballen. Ja, precies. Tenminste, Pokémon Go is er nu, hè? Dus mensen gaan ook naar buiten. dat is wel zo. Maar kijk, in mijn tijd, zeg maar, het klinkt wel echt als ik heel oud word, maar gingen we gewoon lekker buiten. Maar dat is toch ook heel lang geleden, toen jij jong was, of niet? dat is inderdaad eind jaren 80. Maar... maar toen ging je lekker naar buiten, weet je, ging je lekker voetballen, ging je verstoppertje spelen. Ik zeg maar wat, dat klinkt wel een beetje heel erg kinderachtig, maar in ieder geval dat deden wij. En nu, tegenwoordig, is het gewoon,
Iedereen zit op zijn mobieltje, tablet en ook de kinderen van tegenwoordig. En je ziet het ook gewoon als je veel, wij op een event komen, hoeveel jonge kinderen er dan niet zijn, snap je? Die naar jou kijken. Maar je moet natuurlijk ook denken, kijk, jij en ik zitten zeg maar in die wereld. Jij en ik doen aan YouTube. Dus wat wij vooral zien, kijk, wij zitten ook veel achter ons mobiel en tablet. Tenminste, dat neem ik aan dat jij dat ook doet, toch? Ja, elke dag wel. Ja, heel veel. Dus onze wereld, zeg maar, draait daar ook een beetje om, zeg maar. En als je dan vervolgens andere mensen ziet die dat ook doen, dan heb je gelijk het idee van, maar er zijn heel weinig mensen die voetballen. Er zijn heel weinig mensen die dit doen. Maar ja, jij en ik voetballen niet, snap je? Nee. Dus dan zie je dat ook niet. Nee, dat klopt. Ik voetbal net niet. Nee. Nee, maar het is wel zo dat gewoon wel in de loop van de jaren is het wel verschoven worden. Dat gewoon echt iedereen, eigenlijk elk kind zit wel op social media. Ja, dat is ook al wat je zegt, is ook al waar. Toen ik ook inderdaad ook jong was. Ik voel me ook zo oud. Waarom doe ik hier mee? Nee, maar gewoon in ieder geval toen ik ook jong was. Ja. En denk bijvoorbeeld aan 10 jaar geleden. Voetbalde ik ook heel veel buiten, was ik ook heel veel buiten. Maar ja, de wereld dat digitaliseert gewoon, weet je wel. YouTube, alles gaat zo snel. En ik weet niet, het is gewoon hartstikke leuk. En mensen gaan erin mee. Denk ook aan de games, die worden ook steeds geavanceerder. En denk aan Oculus Rift, het wordt steeds meer digitaal. De mensen gaan daarin mee. Dat is gewoon de hype. En mensen vinden dat gewoon leuk. En ik zelf ook, en jij ook. Ja. Dus ga je meer achter de computer zitten, krijg je ook meer haters. En wat jij doet, want die haters, die ouders een berichtje sturen, kijk, zo ver, dat doe ik dan niet. Ik krijg ook wel eens haatcomments, maar ja, dat boeit mij niet zoveel. Ik vind dat alleen maar leuk. Ja, ik vind dat wel grappig. Sommige kinderen kunnen echt wel eens echt te ver gaan. Ja, dat is waar, ik kan best wel ergens tegen, hoor. Ik kan echt heel veel dingen kan ik tegen, maar soms is het echt net zoiets van, een joch, en ik kijk op die foto van het profiel. Ja. En dan zie je echt dat het echt gewoon 11 jaar is. Of toch 10, 11 jaar. En dan denk ik bij mezelf, weet je wel eigenlijk wat je zegt? Ja, wat mij inderdaad ook opvalt, ik weet niet of jou dat opvalt, is vaak mensen die een haatcomment achterlaten, hebben vaak ook geen profielfoto. Nee, ja, en bijvoorbeeld op Instagram hebben ze een slotje erop en dat soort dingen. Ja, precies. Maar ja, als het een keertje vergeten is, is het altijd wel leuk om eventjes zo iemand even aan te pakken dan. Een beetje gewoon terug te pesten, eigenlijk. Eigenlijk is dat mijn manier van terugpesten, terwijl het eigenlijk nog ineens een heel slecht manier is. Want ik wil eigenlijk alleen maar hem behoeden voor het feit van, weet je, soms kom je de verkeerde tegen en die slaat je op je... Ja, dat is waar. Dat is inderdaad wel zo. En dat wil ik ook niet, snap je? In ieder geval, monitoren... Ja. Ik vind wel dat de ouders van tegenwoordig wel wat meer wat zouden moeten inleven in de hoe en nu, zeg maar. Dus hoe de wereld nu is. Ja, maar hoe denk jij daarover dat misschien de volgende generatie dat opgelost is? Want omdat nu de jongeren veel met digitale dingen bezig zijn. Maar vroeger trapten ze, dat klinkt een beetje raar, maar de kinderen werden gewoon naar buiten getrapt, snap je? Ga maar lekker buiten spelen, snap je? En tegenwoordig is het gewoon van, ga maar lekker op je Xbox gamen. Ik zeg maar wat, toch? Ja. Dus het blijft altijd wel zo. Alleen, ik stoot mijn arm. Maar, dat botje. Oh ja, zo'n stroombotje. Ja. Je arm. Oh. Ja, maar in ieder geval, ze zouden gewoon, ouders van tegenwoordig moeten gewoon meer inleven, zeg maar, in wat nu is, zeg maar. Ja. En dat doen ze ook niet. Nee, maar het is ook wel heel, het is best wel een lastige stelling nog, hoor. Want, ik heb geen kinderen, dus ik kan niet echt uit ervaring spreken, maar... Ja, als je kind echt een DigiD inloggegeven code ding moet hebben... Ja, radicaal. Het is gewoon veel te radicaal, joh. Ja. Maar er zou wel meer controle moeten zijn. Ik vind wel inderdaad dat je moet opgeven bijvoorbeeld dat je leeftijd is en zo. Ja. En dat je gewoon... want ze willen de Europese... Want ze hebben een tijdje geleden de Europese wetgeving hebben ze willen doorvoeren en zo. Ik weet niet of het doorgevoerd wordt. Maar in ieder geval dat je vanaf 14 of 16 jaar... Dan moet je in ieder geval... je mag pas eigenlijk officieel vanaf 14, 16 jaar mag je social media hebben. En als je jonger bent, dan moet je met toestemming van je ouders moet je het hebben. Maar of dat dan weer in praktijk wordt... nageleefd is natuurlijk wel weer... Maar aan de andere kant, je kan het ook zo zien. Iemand van 18 die een DigiD inlogding hebben... Die kan ook een haatcomment plaatsen. Ja. Dus of je dan echt het probleem oplost. Zeker vermindert misschien. Maar je zal dit soort problemen blijf je toch behouden, joh. Zeker weten. Het probleem is natuurlijk wel, als een YouTuber, een heleboel jongeren, hè, bij ouderen kunnen we gewoon een beetje relativeren, toch? Tussen dingen. Maar jongeren, en dat is niet onrespectvol naar de jongere kijkers van mij toe, maar die nemen heel gauw aan wat iemand zegt. Dus als een YouTuber zegt van... Dat is kut, zeg maar, Dan geloven ze dat kut is. Omdat die YouTuber, die zegt dat. En dat is juist zo moeilijk. Omdat ze die YouTuber ook een beetje als voorbeeld zien of zo, misschien. Ja, inderdaad. Ja. Dus
uiteindelijk is de vraag dus, de stelling is, je moet dus een DigiD hebben. Ja, dat is overdreven, denk ik. Ja, ik denk, ja, het is, nogmaals, het is best een lastige stelling, maar ja, ik denk gewoon dat jongeren wel gewoon op social media zouden moeten kunnen, joh. Ik bedoel, maar het moet inderdaad gewoon iets beter gemonitord worden, maar hoe dat dan precies moet, is best lastig te zeggen. Ja. Gewoon inderdaad wat je zegt als ouder, misschien toch iets meer betrokken zijn bij je kind. Ja. Maar ja, soms zijn kinderen gewoon ondeugend en die doen dat soort dingen gewoon, ja. Ja, dat is hun vorm van vroeger gingen ze belletje belletje lellen en nu ja. Doen ze haatcomments, dus ja. Ja. Ja, je ja. Blijft het altijd houden, joh. Ja, precies. Stelling 2. Oké, en de volgende stelling dus van Josplay. Stellingen: betaalde product placement in YouTube video's zou verboden moeten worden. Voornamelijk bij het promoten van ongezonde voeding. Ik zal het even toelichten voor de, voor de jongere kijkers. Dat betekent dus, hè, als je een YouTube filmpje maakt, dan komt daar een reclame op te staan. Die kijken jullie, daar verdienen wij YouTube money's mee, om heel simpel te zeggen. En dat moet beter gemonitord worden, zeg maar. Dat moet gezonder eten zijn, dat soort dingen. Ja. Ja. Het is weer echt een best wel lastige stelling. Ja. Ja. Maar het is eigenlijk meer zo. Kijk, veel vaak als je met kinderen, bijvoorbeeld je kijkt het kinderprogramma. Dan krijg je bijvoorbeeld tussendoor reclame van de McDonald's. Maar ja, is dat goed voor je? Dat is nog dan de vraag. Maar laten we zeggen dat het qua voeding wat minder goed is voor je. Ja? Ja. Is dat op YouTube? Mag dat? Dus willen we dat? Willen we dat eigenlijk? Willen we dat? Dus eigenlijk wat je zegt is dus op tv, hè, bij een kinderprogramma zie je tussendoor McDonald's reclame. Ja. Maar nu komt voor een video van Enzo Knol een McDonald's reclame. Dat bedoel je eigenlijk. Bij wijze van spreken. Dat is gewoon een voorbeeld, hè, dit voor de mensen die... Niet dat hij dat ervoor hebt, want ik denk dat... Ja, mag dat? Ja, ik nou, het mag, hè. Dat is even duidelijk. Het mag. Dat is hoe dan ook. Wat zeg. Maar willen we dat? Ja. Willen wij als volwassen, tussen haakjes, personen, willen wij dat de kinderen meegeven? Nou, ik denk, kijk, allereerst moet je eigenlijk gewoon nadenken. YouTube is eigenlijk voor iedereen. Dus niet alleen voor kinderen. Dus het is eigenlijk gewoon keiharde business. Ja. Dus of het nou een reclame is voor de McDonald's, of het nou een reclame is voor, ja, noem maar eigenlijk, voor alles, voor alle producten, maakt niet uit. Ja, het moet gewoon, je kan het ook zo zien. McDonald's heeft gewoon een hele grote zak geld neergelegd bij YouTube, blijkbaar. En dan mogen ze gewoon reclames daar zo neerpompen. Ja. Of ja, ik weet trouwens helemaal niet eens hoe dat allemaal gaat. Misschien krijgen ze daar geld voor, weet ik veel. Nou, als het goed is, kopen bedrijven, kunnen reclames inkopen bij een partner. Waar je gepartnerd bent. Ik weet niet waar jij zit, Divimove of zo? Ja, ik zit bij Divimove. Oké, hij zit bij Divimove. Nou, ik zeg maar, Divimove die koopt dan Doritos. Nu hebben we het over Doritos, ja? Die koopt erbij van Doritos koopt de reclame. Nou, dan kan er voor jouw filmpje kan er een gespecificeerde Doritos reclame komen. Ja. Nou, daar verdien jij dan wat meer geld mee, hè? Want anders doet YouTube dat vanzelf. En dan krijg je van die random reclames voor je ogen. Dat je bril moet, een andere bril moet hebben en zo. Dan krijg je dat soort reclames. Maar je kan ook van die gerichte reclame krijgen. Waardoor de YouTuber zelf dus ook meer geld mee verdient, hè? Ja. Maar ja, de vraag is, willen we dat, hè? Nou ja, weet je, kijk, als ik het op persoonlijk gebied moet spreken. Want zometeen wil ik best dieper ingaan op die stelling. Maar kijk, reclames. Tenminste, ik heb het gevoel dat mensen soms reclames vervelend vinden. Hoe ervaar jij dat? Nou ja, als het op tv is, dan ga ik even plassen. Ja. Dat is gewoon een plaspauze. Ja, oké, maar op YouTube. Dat natuurlijk op YouTube, ja. Kijk, weet je, als YouTuber zelf, hè, ja, accepteer ik meer dat ik op een ander filmpje van een andere YouTuber reclame heb. Mm-hmm. Omdat ik namelijk weet van, ja, hallo, hij doet het ergens voor, hij verdient geld mee. Ik verdien ook zelf geld mee. Ik kijk gewoon een reclame af van een YouTuber. Oké. Zonder problemen, want ja... Je kunt ook adblock en zo, dat soort dingen erop zetten natuurlijk. Maar ik vind, die YouTuber doet er werk voor. Ja, die moet er geld verdienen. Want daar entertaint hij ons mee. Nou, geen probleem om dat reclame te... Dus ik ben tegenwoordig, maar ik kan best voorstellen dat mensen het irritant vinden. Hè? Als je zes midrolls in 4 minuten ziet, dan word je ook niet vrolijk van, zeg maar. Nee, precies. Maar ik zat net zo te denken, hè, want ik volg dan een innovatieve opleiding. Ja. Hoe kan je ervoor zorgen dat... Wat is dat wil ik wel eens weten. Ja. Wat is dat voor opleiding dan? Ja. Het zegt me helemaal niks. Lang verhaal kort te maken. Ja. Ken je in Stockholm, volgens mij was het in Stockholm, in ieder geval in Zweden ergens, hadden ze een trap en iedereen ging met de roltrap. Omdat mensen dat gewoon, die vonden dat
minder moeite kostte blijkbaar. En niemand ging op de trap. Dus hadden ze onderzoek gedaan. Uiteindelijk hebben ze de piano stairs gemaakt. Heb je waarschijnlijk vast wel eens gezien. Dat is dus een trap waar je dus op kan lopen. Ja. En dan hoor je, dat zijn eigenlijk gewoon pianotreden. Dus elke tree is een pianotoets, als het ware. En dan kan je dus piano spelen terwijl je op de trap loopt. Dus iedereen ging ineens op de trap. En niemand ging meer, nou niemand, bijna niemand ging meer met de roltrap. Ja, dus, zeg maar, dat soort psychologische... Ja, onderzoek precies. Is het eigenlijk, zeg maar. Ja. Precies. Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen, dat mensen een rotzooi in de prullenbak gooien? Nou ja, dat soort... Hoe kan je mensen zorgen naar buiten gaan? Ja, Pokémon. Ja, en dus is de vraag, precies, dat is een hele goede wat je ja, zegt. Ja. Maar nu is de vraag, hoe kan je ervoor zorgen dat reclames kijken leuk wordt? Ja, nou, gerichte reclame. Ja, want als jij bijvoorbeeld, want volgens mij hou jij wel van een beetje games. Ja. Yep. Ja, als jij nou gewoon een bepaalde, een game trailer ziet of zo, dan zou je, dan zou het voor jou ook veel leuker zijn. Bijvoorbeeld, je zag een tijdje lang de nieuwste Call of Duty trailer voor video's. Ja, precies. Nou, op zich is dat dan al minder erg, weet je. Dan denk je, ga COD video kijken en dan krijg ik COD reclame ervoor, voor de nieuwe COD. Dat is wel logisch eigenlijk, toch? Ja, precies. Maar ja, als ik weer die man met de bril zie langskomen dat ik weer naar de Optigen moet, dan denk ik bij mezelf, ja... Daar heb ik niks aan, toch? Ja, toch? Nee, precies. Maar inderdaad, nu is eigenlijk dus de vraag van... stel, er is een Call of Duty reclame voor een Call of Duty video, dan is dat zeg maar oké. Okay. Ja. Dan zijn we het een beetje over eens. Maar wat nou als er een McDonald's reclame is voor een Call of Duty video? Maar wat nou als McDonald's reclame voor een McDonald's video is? Dan is het wel weer geplaatst, maar anders niet. Snap je? Dus het is best lastig. Ja. Ik vind het lastig, ja, inderdaad. Maar ja, McDonald's, ja, is het echt ongezond tegenwoordig? Nou, ik zeg maar, we hebben het trouwens over McDonald's. Dat staat absoluut niet in die stelling. Maar we geven het voorbeeld. Het kan ook zijn dat je bij de plaatselijke gewoon een frietje haalt. Weet je? Ja, of een vette klodder Calvee mayonaise moet gaan kopen. Ja. Zeg maar wat. Het is ook maar net wat je koopt. Dus stel, McDonald's maakt reclame. Je bepaalt uiteindelijk zelf wat je koopt. Maar ja, als ze een Big Tasty met bacon reclame voor maken... Is wel lekker, hoor, trouwens. De meeste calorieën was bij 1200 of zo. 550 calorieën, ik heb gekeken. 500 was het. Ja, oh, ja, ik maar dacht dat veel meer was, joh. Ik vind het wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is wel lekker. Ja, maar goed, lekker vet bedoel je. Maar in ieder geval... ja, of ze echt... Voornamelijk bij het promoten van ongezonde voeding... Ja, ik denk uiteindelijk... Ja, YouTube is gewoon, denk ik, gewoon keiharde business op dat gebied. Ik denk dat je daar heel moeilijk... verandering in kan brengen. En ik denk dat, of dat gewoon moet kunnen. Ik denk dat het gewoon wel zou moeten kunnen eigenlijk. Ik ook. Het leukste is eigenlijk wel, we hebben het natuurlijk over een, we gaan het dus over kinderen beschermen, maar eigenlijk officieel gezien, we hadden net over van, moeten wel kinderen op social media? Ja, dus klopt. Het is een beetje tegenstrijdig, omdat... Ja. Maar ja, het is ook lastig. Ik weet het echt niet. Ik denk dat je het misschien binnen de beperken moet houden. Mm-hmm. Dus wel, het mag wel een keer, maar niet gewoon te veel. Nee, precies. Maar dan is weer de vraag, wat is dan weer te veel? Snap je? Daar kun je helemaal over door. Ja, daar kun je echt helemaal over doorgaan. Maar uiteindelijk, ik denk gewoon om een lang verhaal kort te maken. YouTube is voor iedereen. YouTube is volgens mij toch niet een platform puur gericht op kinderen. Dus je zou volgens mij... Ja, nee, eigenlijk niet. Want als ik een game zoals Call of Duty upload, is eigenlijk 18 plus. Ja, precies. Dus eigenlijk dan zou reclame over McDonald's of over ongezonde voeding... Ja, tenminste, alsof ongezonde voeding een relatie heeft met... Kleine kinderen, dat is natuurlijk ook wel weer raar om te zeggen, maar kleine kinderen raken snel beïnvloed door dat soort reclames. Ja. Dat is toch over het algemeen wel redelijk bekend. Ja. En jij en ik kunnen dat filteren, wij denken van nee, dat is gewoon te ongezond, maar kinderen die krijgen er een speeltje bij hun Happy Meal, die gaan naar de McDonald's. Zo gaat dat gewoon. Ja. Maar dat is het hele reclameleven. Ja, zo zit de hele wereld ook een beetje in elkaar, dacht ik zo. Je wordt continu aan reclame blootgesteld. Ja. Ik denk dat ze gewoon een beetje moeten opletten. Eigenlijk is het weer precies hetzelfde. Precies hetzelfde als bij dat DigiD. Want als, stel, je kind ziet een reclame van ongezonde voeding. Die zegt, papa, mama, ik wil naar de McDonald's. Want ze hebben daar een nieuw speeltje. Dan moet weer als ouder soort van monitoren en zeggen en kalmeren. Van nee, dat gaan we niet doen. Want dat is ongezond. Weer moet je je kind dingen bijbrengen. Net als bij die haatcomments. Stel, je ouders komen erachter. Moet je ook weer, weet je. Ja, of nee, we gaan één keer in de 3 weken. Want... Ja, dat is alsnog veel hoor. Maar tenminste, één keer in de 3 weken naar de McDonald's. Ja, oké. Okay. Stelling 3. De laatste stelling, jawel, van Johnny Grinbis. Ik hoop dat ik het goed zeg. Stelling, mensen hebben te vlug een mening over anderen. En ik begin altijd met mijn intro. Mijn mening is dit, waar ik het nu over heb. Inderdaad, in de stelling. Ja, vind je dat mensen te vlug een mening hebben? Nou ja, allereerst... Wat mij opvalt in deze stelling is dat het over anderen gaat. Dus nou ja, het staat tussen haakjes, hè?
over anderen. Ja, oké, klopt. Dus algemeen hebben mensen te veel mening. En ja. tussen haakjes over anderen. Dus ook anderen, dat komt vaak voor, zeg maar. Ja, precies. Maar we moeten dat wel in ons achterhoofd houden, dat we daar ook dus zo meteen op in moeten gaan. Want dat is ineens iets heel anders natuurlijk. Want je kan een mening hebben over van alles en nog wat, maar je kan ook echt een mening hebben over een specifiek persoon. Maar laten we eerst inderdaad over alles doen. Ja. Dus, maar kijk, dat is ook lastig. Want eigenlijk, wij hebben dus een mening gegeven over de volgende twee stellingen. Maar misschien is dat gewoon een verkeerde mening. Of een verkeerde mening bestaat eigenlijk niet. Maar is dat een mening die misschien niet helemaal goed onderbouwd is? En is het in de realiteit heel anders, vind je, hè? En in de werkelijkheid? Ja, dat is dus de serie, de stelling. Ja, precies. Dat... inderdaad. Maar in ieder geval, ja, hoe ik ook een beetje over denk. Kijk, mensen kijken bijvoorbeeld... ja, nu moet ik eventjes een onderwerp erbij pakken. Dat is lastig. Vertel jij anders eens maar even iets over. Kan ik Nou ja, ik vind eigenlijk een mening hebben over... over buitenlanders. Ja? Over buitenlanders algemeen. Nou ja, buitenlanders zijn... wordt al heel vaak verteld, hè? Ik heb absoluut trouwens geen probleem met buitenlanders. Maar mensen hebben wel een vooroordeel. Tenminste, een mening. Maar wat zijn volgens jou buitenlanders? Ja... de mensen die niet in Nederland wonen. Dus het kunnen ook Belgische kijkers zijn, toch? Ja. In dit geval Belgen. Belgische kijkers. Die zeggen, dat zijn die Belgen, die kunnen niks, toch? En andersom zeggen Belgen over Nederlanders, die kaaskoppen. Ja, toch? Ja, precies. Ja? Maar dat is eigenlijk, heel veel dingen zijn... ik weet niet, is het een mening of een vooroordeel? Dat is ook een goede vraag eigenlijk erin. Ja, hoewel ik wel denk wat je nu net benoemde, tussen Nederlands en België is ook meer een beetje gewoon een beetje sarre, weet je wel, een beetje... Nou... Vind je dat niet? Nou ja, tussen Ajax en Feyenoord. Ja, maar dat is wel echt keihard, hè? Ja, daarom. Mening hebben over Ajax supporters. Zeg maar wat, Ajax supporters zijn allemaal, die zijn allemaal gek. Ja, heel wat zeggen ze over Rotterdammers, toch? Dat zijn dan, of mensen van Feyenoord, dat zijn dan kakkelakker te zijn of zo? Ja. Dat soort dingen. Ja. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, ja... dat is natuurlijk in die wereld dan blijkbaar zo, maar zo ervaar ik het niet. Ik denk gewoon Feyenoord supporters zijn gewoon Feyenoord supporters en Ajax supporters zijn gewoon Ajax supporters. Het boeit mij echt helemaal niks. Nee, precies. Mij voor wie welke club je bent. Ik ben voor Ajax dan toevallig, maar het boeit mij niet voor welke club je bent. Je moet lekker zijn voor de club die je bent. Ik ben voor de bal. Oké, je hebt het gewoon voor het leuke potje voetbal die je ziet. Precies. Kijk, dat kan ook, natuurlijk. Ja. Maar in ieder geval te vlug een mening hebben, dat klopt wel, Overal, maar dat is eigenlijk ook de vrijheid van meningsuiting natuurlijk, die wij gelukkig... Ja. Aan de ene kant gelukkig in ons land hebben gewoon. Ja, klopt. Snap je? Iedereen mag een mening hebben. En het is helemaal niet verkeerd om je mening te hebben. Het is alleen verkeerd om je mening te dwingen, zeg maar, aan iemand. Hè? Klopt. Dat mensen moeten luisteren, zeg maar, naar jouw mening. Ja, precies. Want jouw mening is heilig. Wat jij zegt, dat klopt. Nou, hoe ik het ook een beetje zie. Kijk, mensen hebben een mening. Jij en ik hebben een mening. Die kunnen verschillen. Allereerst moeten we dat respecteren, want iedereen heeft zijn eigen mening. Ja. Maar vervolgens is het de bedoeling in een discussie, want vaak heb je in een discussie allebei een mening, en dat probeer je te onderbouwen met argumenten. En het is de bedoeling dat je je argumenten zodanig formuleert, dat jij je mening heel duidelijk kan overbrengen naar de ander, zodat jij hoopt, in de hoop, dat de ander te overtuigen van jouw mening. Ja. Dus als jij en ik verschillen, dan ga ik zeggen waarom ik er op mijn manier over denk, en jij op jouw manier. En op die manier proberen een gesprek aan te gaan. Ja. Maar trouwens, het schijnt ook zo te zijn. Heb ik een keer gehoord dat ieder mens altijd wel een mening heeft, volgens mij binnen 7 seconden. Heb ik ergens een keer gehoord. Volgens mij een theorieboek ergens of wat dan ook. Dus als je ergens bent, je hebt altijd al een mening ook over mensen, over onderwerpen, over voorwerpen, over van alles en nog wat. Dus mensen zeggen toch ook eens van, ik heb geen mening, daar heb ik geen mening over of zo. Dat is dus waarschijnlijk gewoon onzin, hè? Want iedereen schijnt dus gewoon een mening over iets te hebben. Ja. Ik weet niet of je dat wist, maar... Nou, dat heb ik wel eens eerder gehoord, zoiets, inderdaad. Okay. Maar dat klopt ook wel, want iedereen heeft namelijk wel zijn mening. Ja. En ook een vooroordeel, zeg maar. Ja, ik weet niet of een vooroordeel hetzelfde is als een mening. Ja, precies. Wat is het verschil tussen een vooroordeel en een mening? Want dus, laten we het daar inderdaad eens over hebben. Want een vooroordeel, als we dus even puur analyseren. En dan niet ingaan op wat Google zegt, hè, of wat dan ook. Ja. Maar een vooroordeel. Dus het woordje voor en oordeel komen erin voor. Ja. Dus het is je velt een oordeel voordat je weet wat er is. Dus voordat je diegene hebt gezien. Voordat je het hebt ervaren, als het ware. Ja. Dus als je bijvoorbeeld, stel jij gaat naar Amerika en jij komt terug vanuit Amerika en je zegt tegen mij, oh, Amerika was echt stom. Ja. Dan heb dat ik is, in mijn hoofd... Nee, dat is mijn mening. Ja, dat is jouw mening, maar dan heb ik al een vooroordeel over Amerika. Ja. Snap je? Dus het is wel een beetje, Ja, en dan kun jij zeggen tegen anderen, ik heb gehoord dat Amerika is echt super kut. Ja, toch? Ja, klopt. Ja. En dat is dan eigenlijk een vooroordeel, inderdaad,
Ja. Maar over mensen bijvoorbeeld. Ja. Als je bijvoorbeeld, noem eens wat. Als je nou gewoon... dat is heel... Ja. YouTuber, een andere YouTuber. Ja, precies. Als je bijvoorbeeld een bepaalde YouTuber pakt, gewoon YouTuber X. En YouTuber X, die gedraagt zich bijvoorbeeld heel druk. Ja. Bijvoorbeeld, laten we bijvoorbeeld Kwebbelkop eens pakken dan. Oké. Nou, die is bijvoorbeeld redelijk druk in zijn video's. Ja. Dat is toch tenminste algemeen bekend. Ja. Nou, dan hebben mensen meteen, denk ik wel, een soort vooroordeel. Van dat hij in het echt, als je met hem zou praten, ook zo druk is. Ja. Maar ik denk dan van, nou ja, dat is een video, hè, hij neemt dat op. Hij zal toch niet zijn hele leven zo zijn. Als hij brood aan het smeren is, weet je wel, dat hij ook zo aan het schreeuwen is. Weet ik, ik zou helemaal gek worden, denk ik, op het einde. Ja, precies. Precies. Maar er zijn natuurlijk ook video's van hem waaruit blijkt dat hij gewoon rustig is. Wat nu heel raar klinkt, tenminste. Er is geen haat naar Kwebbelkop of zo, maar in ieder geval... Nee, Jordi is hartstikke tof. Ja, precies. Dus, maar snap je? Dus mensen die doen ook op een bepaalde manier in sommige video's, waardoor het lijkt alsof mensen dus ook echt misschien gek zijn of druk zijn of wat dan ook. Ja. Want ik heb bijvoorbeeld ook in sommige video's, doe ik soms gewoon heel gek en doe ik soms heel raar. En mensen die reageren er ook onder van, ben je, weet ik veel, heb je Down-syndroom of zo, weet je wel? Ja. En denk ik van... Ten eerste bedoelt hij dat dan als grapje, weet je wel. En nu gaan we het trouwens weer hebben over die andere stellingen van... of jongeren DigiD-code moeten aanvragen. Of moeten hebben voor om... om alles heeft uiteindelijk met elkaar te maken. Ja, precies. Deze drie stellingen zijn inderdaad redelijk in één lijn met elkaar. Maar precies. Dus kijk, dan hebben mensen al meteen een soort mening over iemand. Maar inderdaad, is dat nou een mening of een vooroordeel? Want mensen kijken een video van jou en mij. Die kijken op een bepaalde manier naar ons. Maar hebben ze dan een mening van, hey, die is gek? Of hebben ze een vooroordeel van, die is apart, die is gek? Snap je? Ja. Wat is nou precies het verschil? Dat is toch best wel interessant om over na te denken. En ik ben eerlijk, ik kan daar geen antwoord op geven. Jij? Ja, ik eigenlijk ook niet. Ja, het enige wat ik volgens mij is dat voorbeeld wat ik net noemde nog, misschien het dichtstbijzijnde waar we kunnen komen, is wat ik zei. Jij gaat naar Amerika, je komt terug. Jij zei Amerika is helemaal niks. Ja. En ik heb dan geen mening. Kijk, dat is jouw mening, dat zei je ook. Ja. Maar dan, omdat je het aan mij vertelt, krijg ik een vooroordeel. Ja. Omdat ik er bijvoorbeeld nog niet geweest ben. Ja. Ik ben er wel geweest, maar het gaat om het idee. Of je gaat eruit eten en ik vind een haar. Nou, daar zit alleen maar haar in dat eten, zeg ik dan tegen jou. En die zeggen, ik heb gehoord dat het echt fucking smerig is. Ze maken daar niet schoon. Hè? Ja, precies. Terwijl dat misschien alleen maar dat ene moment bij jouw bord op dat moment was. Ja. Je? Ja. Ja, dus over een hotel, dan kan je inderdaad over alles kan je dan een mening hebben. Ja. Ja. Maar of het nou een vooroordeel is of een mening, misschien mogen jouw kijkers, misschien kunnen zij dat achterlaten. Het is echt een hele goede vraag, inderdaad. Ja. Nou, over anderen is natuurlijk, Kwebbelkop natuurlijk net. En dat is ook zo. Er wordt gewoon heel veel over anderen een mening genoemd. En dat kan dus door een andere, bijvoorbeeld als YouTubers onderling conflicten met elkaar hebben, wat ik al zei. En de ene YouTuber zegt wat over die andere en dan gaan hun volgers klakkeloos gaan dat overnemen. Ja. En dan haten bijvoorbeeld. Ja, maar zijn dat niet over het algemeen ook jongere mensen? Want dan... Dan is weer de vraag van, is social media, moet het gemonitord worden? Ja, dat is één... Maar dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dat is ook weer precies hetzelfde als die reclame. Er komt een McDonald's reclame, kinderen willen dat dan vervolgens halen omdat er een speeltje bij komt. Ja. Omdat ze een soort van opkijken naar McDonald's, van oh, daar kan je lekker eten. Ja. Vervolgens is er een YouTuber waar ze naar kijken die zegt van, ga allemaal haten op die YouTuber. Ja. Dan kijken ze op, dus gaan ze dat ook doen. Het is eigenlijk één grote reclamebom als het ware. Ja. Ja, dus YouTube is nog best wel ingewikkeld. YouTube is best ingewikkeld inderdaad. Ja. Nou, ik denk dat we het hiermee moeten houden. Ja. Want we hebben een flinke aflevering gemaakt. Hartstikke leuk, bijna een half uur, maar dat maakt helemaal niet uit. Franklin. Ja, ik hoop dat je het tof vond om mee te doen. Misschien later ook nog een keertje. Ik vond het hartstikke leuk. Ik zie je in ieder geval binnenkort op de Belgian Tuesdays. Trouwens. Ja, ik ben er ook bij inderdaad. Ja, want dan hebben we elkaar gesproken erover. Dus hij is er ook bij. Ik ga ook naar de Belgian Tuesdays. Jongens, vergeet niet even deze video te liken. Nou, abonneer natuurlijk even op Franklin, oftewel de Witte Ginger. En upload ongeveer 2 keer per week, hè? Geloof ik, hè? Ja, het verschilt. Ik probeer 1 keer per week een parodie. Ja. En soms om de 2 weken. Het verschilt een beetje. We zijn heel veel tijd mee bezig. Ja, dat begrijp ik best. Okay. Maar sowieso iedere week een video. Dat sowieso. Sowieso iedere week. Oké. In ieder geval abonneer op hem. En jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. Later. Mm-hmm.